fietsen is voor mij eigenlijk een beetje therapie. Het is even alles leegmaken, mijn hoofd leegmaken. Alleen of samen met vrienden die eigenlijk dezelfde passie delen. Gewoon om zonder onderbroek te fietsen en nu zal dat met onderbroek moeten zijn. Dus dat is even wennen, heb ik al gemerkt. Ja. Ik heb mij ingeschreven voor Fietshelden omdat ik echt achter het initiatief sta om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te gaan. Ik wil eigenlijk het vervoermiddel leren kennen en te weten komen of het een goed vervoermiddel is voor mij om naar het werk te komen. Ik fiets graag omdat ik graag buiten ben. Het is ontspannend om na het werk en ook voor het werk even buiten te zijn en te bewegen. Meer beweging in mijn dag krijgen en files vermijden. Want ik denk dat ik even lang met de fiets onderweg ga zijn als soms in de file staan met de auto. Simplement montrer à mes collègues que c'était possible de venir en vélo au travail pour me faire un petit challenge et un peu pour m'amuser. Dat je daarbij ook nog eens sport, want dat is goed voor lichaam en geest. En dat zijn denk ik de grootste voordelen. Het tijdswinst zal waarschijnlijk binnen dit en enkele maanden ook wel significant zijn. Het grootste voordeel vind ik dat je in Brussel veel sneller bent met de fiets dan met de auto. Volledige flexibiliteit. Ik kies wanneer ik naar het werk ga, ik kies wanneer ik terug naar huis fiets. En je komt helemaal ontspannen op jouw werk of helemaal ontspannen terug thuis. Ik maak mijn hoofd leeg en ik kom thuis en ik denk minder aan het werk. En puis un peu essayer de prendre des routes différentes, pas tout le temps prendre la même route pour un peu découvrir. Dus dat vind ik. Het is eigenlijk een win-win. Aan het werken moet je sowieso. En als je dan op die manier ook aan je gezondheid werkt, ik kijk er echt naar uit.